In deze video nemen we jullie mee naar het verlaten watermolenhuis met een intrigerende geschiedenis. Ontdek een plek waar de tijd lijkt stil hebben gestaan met alle spullen van vroeger die nog steeds aanwezig zijn. Maar wat is eigenlijk het verhaal achter deze bijzondere locatie? Kom daar samen met ons achter en duik mee in de geschiedenis van deze verlaten plek. Ja, kijk. Ja, dat ziet er redelijk nieuw uit, de slot. Ho. Was dat? Hè? Huh? Was jij dat? Ja, maar ik struikelde over de stronk. Hier, je moet het SD-kaartje vergeten. 2 gigabyte. Zit er nog wat in dan? Kijk of er toevallig wat op staat. De Lost Tapes. Ik neem hem wel even mee. Mochten wij hier iets opvinden van de Urbexen, kunnen ze het terughalen. Hè? Misschien wel. Die bewaren we wel even. Het kaartje heb ik hier nog zoals je ziet. Dus we pluggen hem nu in de computer en laten we kijken wat erop staat. Nou, er staan dus allerlei familiefoto's op en een paar Urbex-foto's. Dus mocht je jezelf herkennen in deze foto's of weten van wie deze is, bericht ons natuurlijk. Want dan krijg je deze SD-kaartje natuurlijk terug. Maar voor nu, dan gaan we verder met de video. Wat zal er in de koelkast zitten? Ik zie dat potje daar, die kommetje. Ja joh. Nog restjes over? Nog honger? Nog even pakking. Dus. Zal ik een schuur? Ja, die schuur was hier hoog. Hier. Oh, oké. Water. Het hout is nog niet eens verkleurd of zo, hè? Nee, hè? Tweede is het 16 inderdaad. Russische krant. Ja, Russisch, Pools. Pokémon. Het is allemaal één pot nat. Gotta get them all. Voel je weer zo wat? Ik moet leren mijn poten optillen, denk ik. Ja, hè? Ben je nu al moe? Nu al moe? Ik ben de hele week al moe. Oh, hele week pas. Oh, hier. Oh. Dit matcht meer. Ja, daar zag ik het ook al, ja. Daar gaat ons interesse toch meer naartoe, hè? Ja, precies. Nee, ik ga die kant nog even bekijken. Hier is een kelder die onder water staat. Oude kachel, joh. Ik zie daar wat moois volgens mij. Zo. Allemaal oude gereedschapje. Oké, op. Weet je, nu is er ringen gaan. Wow. Hij wil, hè? Dat is een oog gemaakt van een lamp. Wacht, even op afstand doen. Dan kun je het beter zien. Wat? Vraag me niet wat het allemaal is, maar het wil wel bijzonder uitzien. Allemaal
oude werktuigen. Zo'n hele grote zagen, joh. Een zak met voer of zo. Oh nee, krantendingen in. Dat is wel vet, hè? Maar zeg, dat is toch wel lijp, hè? Heb je die gezien? Koeienkop. Ja, ik zei toch ook, ik zeg, in die schuur ga je heel mooi vermaken. Oh. Wat is dit dan? Oh, verboden voorwerpen aan te raken staat er. Ja? Dit is waarschijnlijk ook in een museum geweest of zo. Dat zou kunnen. Ik heb geen idee waarvoor dit is, joh. Hebben jullie een idee? Laat het weten. Kom eens hier, Pepijn. Verboden voorwerpen aan te raken, filmt hij net nog. Kom. Heb je een probleem? Je moet nou eigenlijk zo'n zeist hebben. Een zeist? Ja, ja, ja. De Reaper. Hé, hey, Pepijn, dit is voor jou. Verboden te roken. Ja, met twee O's, hè? Ja. We komen ook uit Twente, hè? Omlo, Hengelo. Ja, maar ja, dat wordt al afgekort. Oh-oh. Netjes terug. Zo. Gaat zo, hè? Ja. Top. Daarom is dit leuker aan een museum, toch? Kunnen we aanraken wat we willen. Echt, hè? Boven is nog veel meer. Dus daar gaan we ook zo even kijken. Die oude koetsen, joh. Ja, ja. Ja, van die mini-koetsjes. Hoe paarden staat. Staat er zoveel, hè? Ga naar achter nog even kijken. Wat was dit? Wat is dit dan? Van de paardenrace of zo? Wat is dit, joh? Ja?
Lijkt op een geweer of zo, maar het is ook weer niet. Als jullie weten wat dat is, laat het even weten. Goed, we kunnen dus nog één naar boven. Dat gaan we nu even doen. Wel een interessante locatie, vindt u niet? Laat eens even weten wat jullie hiervan vinden. Daar dan. Waar? Hier recht voor je. Ja? Ik zou alleen wel opletten waar je gaat staan. Ja, dat is allemaal gaten, hè. Hotelramen, weet ik dat maar. En... aparte locatie, hè? Ik vraag me af of we wel goed zijn. Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Ja, een paar foto's herken ik wel. Of tenminste, helemaal verkeerd. Een paar herken ik van de foto's, bedoel ik. Super sick. Heel nice. Maar Sink, dit is wel een locatie te zeggen dat je goed die meepakt, zeg maar, man. Ja. Een oude telraam. Een varkentje. Er zitten hier ook heel veel vogels, kun je zien. Dakwerker. Zeg je? Veel vogels, kijk maar naast jou en zo. Ja, klopt. Ik hoorde net naast mij ook al, zit ook in die daken. Hè? Daar ook, daar op de tafel. Ja, ijs. Een eierschil. Eierschil, ja. Ik moest ook even denken. Lampionnen. Dat is ook wel heel nice gedaan. Nou, dit gedeelte hebben we ook allemaal weer gehad. We gaan nu naar beneden toe en dan gaan we dat huisgedeelte even bekijken. En de schuur. Pepijn heeft die al gezien, dus het belooft wat, of niet Pepijn? Zeker. Daar gaan we. Oh. Zo. Hier kan ik weer veilig roken. Ja, hier mag je weer roken, hè? Ik zou het veel te lullig vinden als je dan net als je dat op je geweten hebt, dat je een peuk wat dan ook, dat daar een fik vliegt. Ja, hè? Zo, check de schimmel wel, maar het is wel heel vet, ja. Wissie. We zijn bij de slaapkamers aangekomen, maar er ligt niks bijzonders in deze kamers. Behalve dat er waarschijnlijk daklozen hier geslapen hebben. Ondertussen willen we jullie de geschiedenis ervan vertellen. Toen wij hier waren,
hadden we nog geen onderzoek gedaan naar de geschiedenis. Maar het blijkt een voormalig molenaarshuis te zijn. Naast het huis staat de watermolen die dateert uit 1210. Deze molen staat ook bekend als de Hofmolen, vanwege de nabijheid van het oud kasteel. De molen heeft door de jaren heen veel verval en heropbouw ondergaan, maar in 1885 heeft het een ingrijpende reconstructie ondergaan. De huidige structuur dateert grotendeels uit die tijd. Het molengebouw, molenaarshuis en de bijgebouwen werden in dezelfde stijl opgetrokken. De molen heeft diverse doeleinden gediend, van bakkers en boerengemaal tot eigen gebruik. De laatste molenaar stopte in de jaren 60 en sindsdien staat de molen stil. In de jaren 70 werd het verkocht aan een nieuwe eigenaar, die inmiddels is overleden. Maar online vonden nog wel familiegegevens die suggereerden dat deze persoon kinderen heeft. Maar waarom zij dit met het erfgoed doen, blijft een vraag die onbeantwoord blijft. Reling ook. Oh, kijk eens wat hier staat. Zien jullie dat? Ja, dat wat ik je net liet zien, ja. Klopt. Daar moet je opletten met de gaten straks, hè? Ja. Goed gat. Tafeltje. Kerstbal om toch nog een beetje in de sfeer te komen. De oude bedframe. Schoentjes liggen er nog. Het boerenfonds. Staat er. Kijk uit met je voet. Ja. Een barretje. Eén ding is zeker, hij is wel gek op zijn koeien en andere dingen. Ja, koeien, paarden. Ja. En Jezus. En Jezus, ja. Inschrijving der beren. 1935. 1931. Oh. Ja, we moeten eerst eens langs lopen voordat we dat publiceren. Ja. Ja. Bijzonder hoor. Is die afgescheurd, die poster? Ja. 1830. De rest ligt op de grond. Nou ja. Allemaal oude klompen. Oktober 1884. Schitterende redenvoering. Ja, model van stembrief hier. Ja. God ziet mij, hier vloekt men niet. Het zit iets op een puntje van mijn tong nu, ik weet niet of ik het moet zeggen. Wij ook. Oh.
Hier zit hij dan? 1899. Goh. Wat is dit dan? Het is gewoon een jaarkalender of zo. Kijk dit ook dan. Super nice. Oh ja, hier, wat ik bijna zei. God ziet mij. Nou, dit was het weer dan. Best wel een uniek huisje met een unieke schuur. Hoe zeg je dat eigenlijk? Hè? Museum. Ik denk, tenminste ik denk het niet, Pepijn denkt het, dat er misschien een museum geprobeerd wat te maken. Hè? Ik denk dat het heel goed zou kunnen hoor. Zou wel iets in die trend geweest zijn, anders heb je die bordjes er allemaal niet. Nee, dat lijkt me ook niet. Maar het is wel heel bijzonder om te zien. Uniek, zien we niet vaak zoiets. Dus laat even weten in de comments hieronder wat jullie ervan vinden. En deel het sowieso ook even met iedereen. En ik denk dat wij maar weer richting de auto gaan. Volgende. Hè? Ja. Volgende. Dan gaan we die kamer weer in, joh. Follow the leader. Follow the leader.